Nou, we staan hier bij Warsi 879. Dit is een bramdochter uit de Warsi-familie. De koe is 4 kalfs en onlangs ingeschreven met 93 punten. De koe is inmiddels in de 4e lactatie. En wat haar kenmerkt is toch haar complete exterieur en daarnaast haar productiedrang. En dat laat zich vooral zien dat ze enorm persistent is. De koe heeft zich naarmate dat ze ouder wordt steeds meer doorontwikkeld. Als vaars was ze wat rond, nog iets beknapt. Denk wat degelijk, wat gespierder. Maar naarmate dat ze ouder werd, is dat hele mooie type erin gekomen. En ze ontwikkelt zich eigenlijk nog steeds door. Van Warsi zijn inmiddels een aantal dochters en kleindochters aan de melk. Barriero is een rechtstreekse zoon van Warsi 879, die staat bij CRV. En daarnaast zijn 8 kleinzonen en achterkleinzonen naar andere KI's gegaan. Barriero is de eerste stier die van haar naar de KI is gegaan. En we melken inmiddels 8 dochters van deze stier. En dat zijn eigenlijk allemaal sterke, degelijk gebouwde dieren met voldoende voorhand. Hopelijk komen er deze zomer cijfers van de stieren en daar kijk ik wel naar uit of de vakwaarden worden bevestigd. Binnen de bedrijfsvoering vinden we exterieur bij de koeien erg belangrijk. Goede uiers die naarmate dat de koeien ouder worden goed bewaard blijven. Daarnaast ook voldoende inhoud en openheid zodat de koeien veel ruwvoer kunnen verwerken. Ja, dat is erg belangrijk en dan is het mooi om te zien dat een koe als Warsi reservekampioen werd op de 3x Haasshow. Dat is toch een stukje bevestiging dat je op de goede weg bent qua fokkerij.